Hallo kijkers, en het is weer zover met de tweede aflevering van deze Ajax carrière. Ik ben van plan om even een scout te maken. We gaan gewoon deze nemen en dan sturen we hem naar Nederland. Hup. Dan kunnen we nog wat talentjes gaan scouten. De eerste wedstrijd van deze competitie is dan tegen Vitesse, die ga ik ook gaan spelen. En dan zie ik je zo weer bij de wedstrijd. Het is bij Vitesse. Ik ken de Eredivisie niet zo goed, dus ik weet niet echt zoveel spelers van Vitesse. Aanvallen, doorpassen, Neres. En nu al voorzetten en... Oh nee, die kon ik nog niet helaas niet in koppen. Oh nee, ze komen er door. Snel in de verdediging gaan. Oh nee, 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 nee. Oh. Daar hadden we even geluk. Oh nee, ze komen er door. Snel in de verdediging gaan. Oh nee, 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 nee. Oh. Daar hadden we even geluk. Allee, we zijn weer achter. We staan weer achter. Ja, compleet mijn eigen fout. Moeten ons gaan herpakken. Nu schieten. Allee, jammer. Snel die aanvallen. Oh nee. Oké, nu is het tijd toch voor een wissel. Donny van den Beek gaan we eraf halen, want hij heeft een grote kans gemist en hij is ook lichtelijk geblesseerd. We gaan Huntelaar hier zetten, maar dan gaan we hem hoger in de spits zetten. Hopelijk werkt dat dan. Nee, 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 deze maakt je niet af. Deze mocht het hem niet. Schiet, schiet. Nou, de keeper. Nee, 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 nee. Snel. Zie. Allee, verloren helaas. Nog een spits. Ik denk dat ik toch moet gaan zoeken voor een nieuwe spits. Want ja, we hebben Huntelaar en Dolberg ga ik waarschijnlijk toch gaan uitlenen. Dus een spits is altijd welkom. Speler zoeken. Welke spits kan ik misschien eventueel kopen? Ik ben op plan meer een team, misschien Timo Werner. Ja, waarom niet? Laten we hem gaan kopen. Zoals ze hem aanbieden. Ik hoop dat ze akkoord gaan met 40 miljoen. Oké, dat is snel gedaan. Ik ben bang dat het iets te veel is, maar we zullen wel zien of het vol waard is. Nu salaris. Hij mag 80.000 is wel goed, denk ik. Jee, yeah, we hebben onze nieuwe speler van nu al beet. Toch wel leuk met Ajax carrière, maar dat is toch wel... Ik ben gewoon mijn club te spelen met weinig transferbudget. Maar Ajax heeft toch best wel veel transferbudget. Die zijn ook weer de eerste thuiswedstrijd. Helaas hadden we de vorige wedstrijd verloren, maar dat was uitwedstrijd. Werner. Timo Werner voor zijn debuut. En ook zijn eerste goal. Heerlijk. Zijn debuut direct belonen. Mijn goal. Oké, het is maar tegen FCM, maar toch mooi afgewerkt. En dan staan we zo voor met 1-0. We krijgen wel een hoekschop. Met Donny van der Beek is er weer door. Olé, de paal. Oh, redding van Onana die belangrijk is. Of nee, de bal was toch al buiten. Dan. We gaan gewoon met hetzelfde elftal weer de tweede helft beginnen. Oké, okay. Neres. Oh, schotje. Nog steeds met de bal passen.
Donny van der Peek. Oh, goal. Deze goal is heel erg nodig. En ook belangrijk voor Donny van der Peek. Sweater goal. Werner. Tweede goal. Ik denk dat hij wel een goede aankoop is. En mooie actie gedaan van Neres is het volgens mij. Hem niet vergeten. Even een wisseltje. Oké, eerste helft gedaan. Een terechte 3-0 overwinning. Gaan trainen. En Traoré wordt weer een leveltje hoger. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even ook weten welke spelers ik volgende keer moet gaan kopen. Maar dit was al een video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zie ik je terug bij een volgende video. Dus doei doei.